Regio-commandant Paramaribo staat stil bij gedrag agenten. Geen illegaal vuurwerk in beslag genomen. En Ebola-quarantainecentrum in Congo bestormd. Binnen een organisatie waar er met wet en regelgeving wordt gewerkt, is het belangrijk dat politieagenten niet in opspraak komen. Woorden van waarnemend regio-commandant van Paramaribo, Lloyd Tolut, vandaag tijdens de jaarafsluitingsactiviteiten van regio Paramaribo. De waarnemend regio-commandant stond stil bij enkele belangrijke aandachtspunten. We hebben graag een organisatie waar het personeel zich zodanig van zijn taak kwijt dat hij niet komt, in opspraak komt of dat hij in verzekering wordt gesteld en nog buiten functie. Het heeft een heel grote impact op de organisatie en de samenleving. Ik vraag u als personeel, wees integer, wees eerlijk en klantvriendelijk, vooral het laatste. Want als wij een goede job doen en één van ons die fout maakt om over de schreef te gaan of heel erg onvriendelijk te zijn naar een klant, dan begrijpt u wat er gebeurt, het doet alles teniet. Iets wat vaker voorkomt is dat agenten tijdens hun dienst foto- of videomateriaal hebben gedeeld met derden. Dit gedrag, dat een slechte naam geeft aan het korps, wordt afgekeurd door de regiocommandant. Met de nodige aanpak hoopt hij het uitlekken van gevoelig beeldmateriaal te beperken. Intern denk ik dat we die regel weer gaan hanteren, dat wanneer we erachter komen wie dat beeld verzonden heeft, dat de consequenties voor die persoon zijn en dat hij terechtelijk vervolgd wordt. Deze dingen vervoer ik. Ik vind als je als politieman daar bezig bent, moet je gewoon van je taak kwijten. Als je beelden wil schieten, mag je, maar dan is het meer ter bewijsvoering. Dit jaar heeft de brandweer geen illegaal vuurwerk in beslag genomen, zegt het hoofd van de afdeling preventie van het Korps Brandweer Suriname, Otmar Hoasjou. Dit jaar zijn er 36 containers aan vuurwerk geïmporteerd. Tot op dit moment zijn dat 10 containers meer dan in 2017. De brandweer is belast met de controle van het vuurwerk dat het land binnenkomt. Uit testen die zijn uitgevoerd, zijn er knallers aangetroffen die ver boven de toegestane decibel zijn. Otmar Hoasjou zegt hier het volgende over. In beslag genomen niet. Maar we zijn wel vuurwerksoorten tegengekomen, zogenaamde knalvuurwerk. En dit soort vuurwerk is verboden op geluidsdecibel van 55 of 5 meter. We hebben een paar monsters, samples meegenomen om die te testen. Ja, ik moet niet zeggen jammer of gelukkig, ik weet niet, maar ik zeg ze bereiken die decibel van tussen de 110 en 120 decibel, ver boven het toegestane. Volgens het hoofd van de afdeling preventie is er geen sprake van illegaal vuurwerk, maar dat er volgens hem wel hetzelfde vuurwerk wordt ingekocht, echter onder een andere naam. Hoasjou licht dit toe en Ulrich Koots, hoofd brandweervoorlichter, vertelt wat zijn afdeling ten aanzien daarvan doet. Nieuw niet. Op slinkse manier wordt het die namen veranderd. Hè. Bijvoorbeeld een crazy robot geeft men een andere naam. Ik denk dat we dus nu duidelijk naar regelgeving moeten gaan van niet meer op naam afgaan, maar op hoeveelheid kruid. Dat is het belangrijk, denk ik. Dat dus, als je mij vraagt, zeg van, maar ik kan liever knalvuurwerk uit de handen halen, hoor. Dus ik weet dat deze vraag, ik ga telefoontjes krijgen hierover, maar ik vind het niet erg, omdat dit zorgt voor de meeste ongevallen, knalvuurwerk. Omdat er heel veel kruid is, en zelfs met steentjes erin. Die test is er, hè? Ja, dat resultaat is er, van steentjes dat erin is gevonden. Dus we zijn nog bezig de afgelopen vuurwerkseizoenen te evalueren. En van daaruit zullen we kijken als we de strategieën met betrekking tot de voorlichting moeten aanpassen, opvoeren of bijstellen. Otmar Hoasjou zegt dat enkele winkeliers in het weekend reeds vuurwerk hadden uitgestald, terwijl er nog geen vergunningen waren verstrekt. Het gevolg hiervan is dat er dus ook werd verkocht. De brandweer is gelijk ingegaan op deze tips en ze hebben het vuurwerk meteen van de schappen gehaald.
Ulrich Coats vraagt de gemeenschap tot slot het volgende. Wij willen een beroep doen op de gemeenschap om dus de verantwoordelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid in te nemen. U bent overigens de grootste controleur in deze. Het is dan belangrijk dat u bij ongeregeldheden de politie en of de brandweer op de hoogte stelt, maar meer nog de politie, omdat de politie dus beter en dus een ruimere mogelijkheid heeft om verbaliserend op te treden. En de politie kan ook in deze periode repressief optreden in gevallen waarbij er niet volgens de vuurwerkvergunningsvoorwaarden is gehandeld. De verkoopperiode van bommels en vuurwerk is vandaag officieel van start gegaan. Bij de diverse groothandelszaken was de drukte van kopers en wederverkopers te merken. Het afschieten van bommels en vuurwerk is in Suriname uitgegroeid tot een traditie voor haast alle gezinnen. Daarom zetten importeurs zich specifiek in om een ruime voorraad te hebben voor de consument. Op dit moment zijn er 36 containers geïmporteerd. We brachten een bezoek aan Liberty Fireworks, die ons over de import informeerde en de regels voor de consumenten. De voorbereidingen zijn goed en vandaag is de eerste dag en de verkoop verloopt redelijk goed. De eerste dag worden jullie opgevangen. Zoals je ziet, hebben we een aantal grote klanten. Ja. Dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Kijken we ook naar de import dit jaar, hoe is het geweest in vergelijking met de voorgaande jaren? Het is hetzelfde van voorgaande jaren. De import is hetzelfde. Naarmate het drukker wordt. En vandaag is de eerste dag. De verkoop verloopt redelijk goed. Van het jaar hebben we ganja. We hebben Fireblow. Die hebben we allemaal. Hoe komt het dat ze een Surinaamse naam hebben? Kijk, Chinezen slapen niet, hè. Ze volgen ook alles. En zijn ze nogal aantrekkelijk bij de klanten? Ja, vooral. Want wanneer ze naar binnen lopen, is ze van hey, Fireblow. Of gaan ze zeggen ganja. En dan kijken ze daarmee naartoe. Ik las ook op eentje Imsabi Next No Fault. Klopt, inderdaad zo. Wat geeft Liberty mee als boodschap aan Suriname in de vuurwerkperiode? Vuurwerk is niet gevaarlijk, maar het kan verkeerd gebruikt worden. Net als een auto, een fiets, een mes, etcetera. Voor de veiligheid van vuurwerk hebben we aansteekstokjes. Vuurwerk altijd aansteken met een aansteekstokje. Daarbij hebben we ook een vuurwerkbril. En kinderen, ouders, let jullie op jullie kinderen. Vuurwerk, altijd afschieten onder toezicht van je ouders. En tenslotte zou ik willen zeggen, het is altijd eerst knallen, dan champagne. De verkoop- en afschietperiode is van 27 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Vanuit het Korps Brandweer Suriname worden er diverse gebieden aangedaan met voorlichting en attributen om het afschieten van vuurwerk en bommels op een verantwoordelijke wijze te laten plaatsvinden. In 2017 waren er 12 vuurwerkslachtoffers geregistreerd en de brandweer wil dit aantal terugbrengen naar nul. In muskietenkaars zitten er pesticiden of bestrijdingsmiddelen die de gezondheid van de mens kunnen schaden. En dat zegt Carmen van Dijk, hoofdafdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV. In Guyana doen geruchten de ronde dat er in muskietenkaars kankerverwekkende bestanddelen voorkomen. Carmen van Dijk zegt dat zij nog steeds wachten op het rapport vanuit Guyana. Wij schrokken ook op van het bericht. We hebben toen direct contact opgenomen met hun, met de Pesticide en Chemical Control Board van Guyana. En zij hebben ons aangegeven dat ze ons dat wetenschappelijk onderzoek zouden doen toekomen. En tot op heden hebben we nog geen reply gehad. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen wat dat stukje betreft van zenden muskietenkaars. Als het blijkt dat muskietenkaars kankerverwekkend is, worden deze dan uit de schappen gehaald, verzekert Carmen van Dijk de redactie. Het ministerie van LVV wacht de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek af, alvorens zij tot acties overgaan. Tot slot zegt van Dijk het volgende nog over het gebruik van muskietenkaars. We kijken meer naar de negatieve gevolgen. Gewoon zo van als je hem in zou nemen of als je hem aan zou smeren. Maar men vergeet vaak dat als je elke dag wordt blootgesteld aan kleine beetjes van muskietenkaars, want er staat op de doos geschreven in goed geventileerde ruimtes
of buitenshuis gebruiken. En wat doet men vaak? Men sluit alle ramen en deuren potdicht en men maakt dan zo'n muskietenkaars aan. Die blijft dan aan voor 9 uren lang. Het is wel 0,018% aan een middel, maar als je er 20 jaar mee slaapt, dan kun je zelf nagaan wat er gebeurt na verloop van tijd. En het maakt niet uit, het is muskietenkaars, het is veep, het is muskietenwierook. Alles dat je maar kan inhaleren, het zijn spuitbussen waarbij men het verkeerd gebruikt. Wanneer je een kakkelak wil doodmaken, spuit je, dan blijf je niet staan om te wachten tot die kakkelak dood neervalt. Nee, je loopt weg en komt na verloop van tijd, als het is ontlucht, kom je terug. Maar wat, wij gebruiken gewoon de middelen verkeerd. En met de komst van Connection Apotheek moet het voor de samenleving voordeliger zijn om aan hun medicijnen te komen. Dit zei de apotheker Frankie Lieveld vandaag bij de opening van deze nieuwe apotheek in Paramaribo Zuid. Frankie Lieveld vertelt meer over de apotheek. Het is de bedoeling dat we vandaag de deuren openen van de Connection Apotheek NV. Apotheek is dus opgezet om de bevolking van deze buurt, dus het zuiden, maar ook de totale Surinaamse gemeenschap te voorzien van niet alleen de benodigde geneesmiddelen, maar ook hebben we een ruim assortiment aan verschillende drugsartikelen. Volgens Frankie Lieveld kan de totale gemeenschap gebruik maken van de diensten van de apotheek. Nu moet het voordeliger worden voor de patiënt om zijn medicatie te halen. Melvin Bova, lid van de vaste commissie Volksgezondheid in DNA, is blij met de opening van de nieuwe apotheek. De nieuwe apotheek in deze omgeving, eigenlijk kun je zeggen in Paramaribo, betekent een behoorlijk goede aanwinst voor de gezondheidssector, de gezondheidszorg voor onze burgers. Het betekent dat de toegang tot medicatie ook met deze aanwinst toch wel verhoogd wordt. Omdat het belangrijk is dat als onze burgers, als je zelf ziek bent, als je een voorschrift hebt van de arts, dat je op een makkelijke manier toegang moet hebben tot medicijnen. Maar naast medicijnen zien we natuurlijk ook andere middelen voor de verzorging van onze huid en ons lichaam. Wat ook een stukje bevordering is van de, zeg maar, de hygiëne en het leven, het welzijn van onze mensen. Dus aanwinst, en ik reken erop dat de aanwinst toch wel zijn waardevolle bijdrage zal leveren aan onze mensen. En dit was het Nationaal Nieuws. En bezoek vooral onze website stvs.sr. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.